Eigenlijk helemaal schoongemaakt de hele dag eigenlijk. Waar ik, want ja, ik heb zelfs. Ach. Super tof dat je kijkt naar Groen Nieuwe Vlog. Mijn naam is Van der Pas, zoals iedereen weet. En Gaia zat mijn hele tijd aan het likken. Gaia, kom eens. Kijk of ze nog komt. Oh, het ligt zo lekker. Maar ik werd net gebeld door begeleiding. Of ik ergens hier voetbalveldje weet. Kom maar, Gaia. Oh, grote vriend van me. Hij zit ongelooflijk heel erg te spinnen, Gaia. Hé, boef. Hey. Zit je lekker te spinnen, jij? Maar ja, ik ga even klaarmaken om lekker te douchen. Moet ook weer gebeuren. Dus laten we dat even doen. Even douchen. Dan ga ik nu even lekker even wakker worden. En lekker te douchen. Oh, vandaag wordt super lekker weer natuurlijk. Ik ben wel benieuwd hoe warm het gaat worden. Dan ga ik wel even kijken op mijn telefoon. Ik heb net gebeld. Ik weet niet hoe laat het nou is. Hoe laat is het eigenlijk? Oh, 10 uur. Wauw. Maar ja, ik heb heerlijk geslapen in ieder geval, laten we het zo zeggen. Ga ik even kijken hoe warm het is. 21 graden nu. En hoe warm kan het worden? Gooi sowieso gelijk de gordijnen open, zo meteen. Het kan vandaag 23 graden worden. Dus dan ga ik nu lekker douchen. Dus laten we dat even nu doen. Dus laten we maar even net aangekleed te zijn en nu een lekker bakje koffie te schenken. Laten we nu klaar te zijn om te lekker aangekleed te zijn. Dat ik nu lekker bakje koffie ga zetten. Oh, daar heb ik er zin in. Maar voordat ik ga doen, ga ik ook rolgordijnen opengooien. En haren kammen. Dat ga ik ook nog even doen. Dat moet ik ook sowieso even gedaan te hebben. Dat was ik helemaal vergeten weer. Ik vind dat altijd wel fijn. Even lekker. Al zit mijn haar netjes. Ik heb toch wel. Dat mijn haar even toch wel netjes moet zitten. Ik wil altijd toch echt gekamd hebben. Misschien heb ik dat voor mijn vader. Mijn vader heeft het ook wel eens. Zit hij altijd terug te kammen. Zo. Hoppakee. Hoppakee. Zo. Klaar is Kees. Dan ga ik nu maar even koffie maar zetten. Want er moet ook wel gebeuren om koffie lekker een bakje koffie te zetten. Daar heb ik echt ongelooflijk trek in. Dus gaan we dat ook nu even doen. Heerlijk, hier staat editor ermee klaar. En koffie al helemaal op. Maar ik had op mijn Instagram pas geleden Q&A aangekondigd. Dus laat even weten ook hier in deze reactie. Leuke Q&A vragen. Maar wat ik ook nu ga doen is even deze tomaat even water geven. We moeten ook even doen natuurlijk, anders gaan ze dood. Dat ze natuurlijk niet hebben. Want plantjes beginnen al dood te gaan, zie ik. Maar tomaten niet. Dus gaan we even die water geven. Dus laten we het even doen. Zo. Laat hier even aanstaan, want ik heb hier ook. Nou, dat ziet niet echt helemaal mooi uit. Zo. Oh, dat gaat goed. Gelukkig. En dan komt deze nog. Ook nog. Oh, die worden echt groot. Die worden wel groot, zie ik. Zo. Hoppakee. Dan ga ik de even zo, dus heb ik ook water. Hoppakee. Zet ik die weer bij de raam neer. Want die moet veel zon hebben, zei de begeleiding. Dus ga ik dat ook veel zon geven. Alsjeblieft. Heb jij veel zon? En dan ga ik maar dadelijk ook even lekker raam opengooien. Dus ook even lekker. Maar deze ziet er echt zo mooi uit. Hier ben ik echt blij mee. Hier word ik vrolijk van. Dus. Maar laat even nogmaals hier beneden in de reactie weten voor een leuke Q&A vraag. Ik heb helemaal schoongemaakt de hele dag eigenlijk. Want ik heb zelfs achter deze kast, koelkast, helemaal schoongemaakt. Hele rechte muur, die kast zat er helemaal, was helemaal vies. Heb ik helemaal schoongemaakt. En dit troep zat er allemaal achter. Dit.
echt ongelooflijk. Maar ik ben blij dat ik even schoongemaakt heb. Ongelooflijk vies. En even wasje alvast gedaan, want ik heb ook nog lekker gegeten. Want ik heb spaghetti gemaakt. En die zit allemaal hierin. Maar ik laat hem even openstaan. Dat heb ik al heel vaak gezegd. Voor mensen die niet weten, waarom laat ik hem openstaan? Om hem even lekker af te koelen. Dus die laat ik lekker nogmaals openstaan. En dadelijk even wasje, afwasspullen nog even een beetje opruimen. Maar wat ben ik blij dat het allemaal gedaan is. Echt, was ongelooflijk troep daarachter. Heerlijk lekker raampje hebben gedaan. Heerlijk weer is vandaag gewoon 24 graden in Wanneksveen gewoon. En laat even weten in de reactie, wat heb jij deze dag gedaan? En ik ben er wel benieuwd naar. En ik heb ook nog met Sanne zitten bellen, was super gezellig. Ja, dat doe je ook wel eens als je, ja. Maar ik heb ongelooflijk lekker zitten eten. Oh, lekker eten zit hier in mijn maagje. Lekker spaghetti. En dan ga ik daarna even van de weer genieten. Wat ik nu ook ga doen is raam opengooien. Zo. Want het is ongelooflijk hoe prachtig weer vandaag. Heerlijk. Om van te genieten. En ik zit hier beneden, zit iemand uit te controleren. Een busje volgens mij. Dus. Maar ja, echt heerlijk weer. Ik ga lekker terug. En dan word ik ook, ik heb een camera veranderd en dat is deze manier. Nou in de hoekje, dat is al veel beter. Was je ook gedaan, moest ook even gebeuren. En misschien dat ik morgen weer verder dingen ga opruimen, hier en daar. Ik wou net toevallig milkshake maken, maar en ik zat ineens te denken, shit, ik heb geen melk meer. En ik zat te kijken naar yoghurt, de datum. Wat ik altijd zeg, ik kijk altijd van tevoren de datum, voordat ik het ga gebruiken, over de datum. Ah, het scheelt niks, 27 maart, 27 mei bedoel ik, sorry, was excuses. Want het stond op 27.5. Dus, en toen dacht ik, oh ja, shit. Oké, en nu? Niks meer, dus ik had al aardbeien gesneden. Weggegooid daarna, want ik had al gemixt, daarna weggegooid en ik ben wel ongelooflijk jammer, maar heerlijk ook leuk lekker het raampje op te houden. Ik voel lekker koelte. Ik heb niet warm, ik heb niet koud. En ik zat toevallig iemand te bellen, ik heb het vroeger ook al met mijn oude telefoon gehad. Zit ik te bellen en vroeger deed mijn oude opladen, dat ging nooit opladen. Als ik bijvoorbeeld aan bellen was, of videobellen bedoel ik ermee. Dus ik vond dat apart. Dus en ik ging niet. Dus. Ik noem het voor zeker geen naam die dat heeft. Maar het is wel heel apart. Maar het is wel lekker koud windje hier door mijn huis. Dat is even lekker nu gewoon. Iemand rijdt hier met een karretje om een kaartje. Oké, prima. Dat zal wel. En kan jij geniet ook lekker van buiten. Hè? Hij zit af en toe zit hij op de vensterbank. En dan zit hij daar af en toe even buiten te kijken. En kan ja? Zit je er lekker? Hè? We zien nou zo te kijken. Wat ik aan het doen ben, wat ik in mijn handen heb. Hè? Zit te kijken wat ik in mijn handen heb. Hè? Ja, wat ben jij toch een boef ook, hè? Maar de laatste tijd zit hij nou ineens heel vroeg te mouwen. Zeg ik, kan ja, gewoon om 5 uur. Dan zit hij gewoon te mouwen al om 4 uur 's middags. Ik denk, ik heb nooit jou zo vroeg eten gegeven. Dus waarom ga je nu mouwen ineens? Dat vraag ik me echt af. Misschien hebben jullie aanraden, tips. Maar ik geef hem gewoon standaard dezelfde tijd eten. En toch gaat hij eerder mouwen. Ik vraag me echt waarom. Ik snap er geen reet van. Oké, maar ja. Ik ga even voelen. Een beetje vast, dus laat ik nog even hangen. Ik denk dat ik vanavond eraf kan halen. Dus ga ik dadelijk even kijken. Misschien is jullie nu een beetje opgevallen dat de album playlist van allemaal vlogstukjes allemaal veranderen is, dat klopt. Misschien dat als je naar de oude video's nu gaat, als je naar de oude vlogs gaat kijken en je klikt op een link, dan misschien sommigen niet doen. Dat kan kloppen, maar wat ik ook nu ga doen, dus het wordt al een beetje donker. Jullie zien me ook donker, dus maar volg mijn stem. Ik ga even licht aanzetten en dan ga ik, maar, want ik moest even nodig dat ik even licht aan ging zetten. Dus die heb ik aangezet. En
Ja, en dan zit ik even op mijn YouTube kanaal. Even alle playlist even bewerken. Want ik wou een beetje meer vlogs, vlogstukjes in één playlist zit. Vandaar dat het nu aan het veranderen is. Dus dan weten jullie dat ook de reden van zit. En daar ben ik nu even aan het doen. Ja, even alle vlogstukjes. Allemaal aan het veranderen. In ieder geval. Dan moet af en toe moet je gewoon even kanaal een beetje bewerken. Even geordend maken. Dus dat ben ik nu aan het doen. Dus, en soms ben ik even aan het kijken wat vlogstukjes en welke niet. En dan ben ik nu een beetje aan het zoeken. Verrekken strekken van mijn zoetje af. Want ik heb even een strek. Al is het bijna 2 uur. Ja. In één strek. Zo'n type ben ik. Ik weet niet wat ik heb, waarom ik dan trek krijg, maar ik heb dan gewoon trek. Vraag me niet hoe en wat. Zo ben ik gewoon. En voor mensen die niet weten, ik heb bezoek gehad trouwens van mijn moeder. En toen had ze iets meegenomen en dat is deze jas. Hoe nice is dit? Gewoon een nieuwe jas. Gewoon voor er even brengen. Die is even naar het centrum gegaan. En ik kom even, zal ik hem even langs brengen? Ik zeg ja, is goed. Ik wil hem nog koffie aanbieden, maar zei de andere keer. Ik zeg oké, prima. Maar ja, hij is echt super lekker. En echt zo lekker jas is, vind ik het. Maar ik heb net wat eten gepakt, maar ik heb ook dorst. Eten? Dorst? Wat heb ik nog meer? Al is het 2 uur 's avonds. Oké, laten we lekker een kapje zon halen. En ik baal er wel van dat ik eigenlijk aardbeien-smoothie wil maken en ik heb geen de spullen niet bij me, zoals melk en wat heb ik nog meer nodig? Ja, dat is het enige. Melk had ik nodig. Anders was het helemaal compleet geweest. Yoghurt had ik ook nodig, maar die ja, was een paar dagen over de datum en ik wou geen risico nemen. Dus, maar ja, helaas pindakaas. En daar baal ik wel een beetje van. Ja, komt goed. Morgen maar even boodschapjes doen, denk ik. En dan staat nog even een rolgordijn open. En dan ga ik dicht doen. En ik zit nog lekker, lekker op relax, op gemak. Lekker nog vlog kijken van Enzo. Dus dan ga ik even verder kijken. Een hele schoonmaakbeurt gehad vandaag. Ik heb gestofzuigd, achter deze kast schoongemaakt en morgen maar even dweilen. Dat zou ik eigenlijk was vergeten om te zeggen dat ik zou doen. Maar dat moet ik ook nog doen. Lekker muziekje luisteren erbij. Heerlijk zat er is. Gewoon echt lekker. De remix van een weekje zit. Zo lekker nummers. Maar ik merk wel dat de herhaling is telkens. Maar ja, oké, maakt niet uit. Dan is het maar zo. En morgen ook een duimpje. Deze was opruimen. Dan doe ik hem morgen wel weer. En dan kan jij ligt hier lekker op de bank te slapen. Hey, kan je? Oké, die is knock-out. Duidelijk. Nu maar even lekker chips eten. En dan kijken of ik er nog meer lekkers heb. Dan kan ik die ook misschien wel bij pakken. Ik weet dadelijk al wat. Komt goed. Ik ga maar klaarmaken om lekker mijn bedje in te gaan. Het is weer tijd om naar bed ook te gaan. Dus wat ik echt tegen jullie wil zeggen is, ik wil jullie allemaal stuk voor stuk bedanken voor het kijken naar deze vlog. Ik hoop dat jullie deze vlog leuk hebben gevonden. En vonden jullie deze vlog leuk, doe sowieso even blij duimpje omhoog. Ben jij trouwens nog niet geabonneerd op mijn kanaal? Zou super tof zijn als je hier beneden abonneert en een toffe reactie beneden achterlaat. En dan zeg ik alvast veel kijkers in groene hele vlog om 1 uur. En dan zeg ik hierbij laters. Ik wou trouwens al de hele tijd vlog van via voor tv kijken, maar dat doet hij niet. Dus dan baal ik een beetje van. Al een paar keer zeg ik van, weet je, Sander, we gaan het er gewoon niet meer doen. Dat is gewoon automatisch.